Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer tijd voor een nieuw avontuur. Eerder dit jaar hebben wij al de demo gespeeld van The Past Within, waarin wij gezien hebben dat het een game is waarin wij spelen als twee personen eigenlijk in dezelfde wereld, maar in verschillende tijdlijnen. Ja. Eén was in het heden en één in het verleden. En we hebben de kennis nodig uit beide tijden om elkaar vooruit te helpen. Mm-hmm. Jullie zien het bijzonder uitgebreide hoofdscherm. Ja. We zien de titel van de game. Niet. We zien New Game. Ja. Dus ik ga nu drukken op New Game. Ik ook. Instructions. 1 van de 5. Oké, okay. Next. Het is een co-op game. Oh ja, dat was het. We hoeven niet actief te verbinden, maar we moeten gewoon selecteren wie wat speelt. Precies. Dat was het. Ja, next. Kijk, we moeten praten via de voice. Oké. Okay. Are you in the same room? Try not to look at each other's screens. Sowieso niet. Zo zijn we niet. Nee. En we zitten niet in dezelfde kamer. Ik heb alles doorgeklikt. Welcome to Rusty Lake, a place where memories are captured in little cubes. Ik druk pijltje naar rechts. You are here together. You both have a choice between the past and the future. Oké, okay, wat doet wie? ik denk dat ik wel de past wil doen. Oké. Okay. Ben ik. Dan doe ik The Future. Ik heb dat nu aangeklikt. Did the other person choose the past? Yes. Yeah. Do you trust the person in the past? Ik heb, can you hear the person in the future? Oh. Ik heb, do you trust the person? Ik vertrouw jou zeker. Zonder meer. Choose between the butterfly or the bee. Make sure the person in the past chooses the same. Oké. Okay. Dus? Ja, the bee of the butterfly. The butterfly. Oké. Okay. You have chosen the butterfly. Did the person in the past choose the same? Yes. Yes. I'm sure you're ready to start. But is the person in the past also ready? Yes. Daar gaan we. Let's make some memories. Hmm? The future, chapter 1. The past, chapter 1. Heeft chapter 1 nog een naam? Het lijkt er niet op. Click to continue. Klik. Ik zie een envelop en vakjes. Ik zie een envelop en een blaadje met vakjes. Ik zie een computer. Ik heb hem aangedrukt. Aangedrukt? Er is een laadschermpje. Cubicle device 18F. This cubicle device holds a memory that contains the room of the person in the past. Press enter to continue. Press enter to continue. You are about to establish a connection with the person in the past. Warning! Any interaction may affect the room inside this device. To verify access, please submit the year of memory. In welk jaar zit jij? 1926. 1926? Ik heb een brief van Albert aan zijn dochter Rose. Dus ik klik 1926 in. Dat denk ik. Oké, okay, daar gaan ik heb een soort van doosachtig iets met 9 vakjes. Access granted. Ik zie nu 9 vakjes. Please communicate the following information to the person in the past. Oké. Okay. Ik heb van de 9 vakjes, 6 vakjes die knipperen. Ja. De vakjes die niet knipperen zijn linksboven, linksonder en de middelste. De rest knippert wel. Dan denk ik dat de knipperende aan moet. Dat denk ik ook. Hey, maar jij zei linksboven, linksonder en midden. Die knipperen niet. Die knipperen niet. Ja, er gaat iets open. Ik krijg lucifers. Oké, okay, ik druk op enter. Please confirm that the person in the past opened the box.
Ja, toch? Oh, ik ben in een kamer. Ja, 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 ja. Okay. Ja. Ja, ja, rustig, rustig. Ik heb nog steeds... Oh, oh, er gaat iets mis. Er gaat iets mis. Het apparaat wat ik doe... lijkt te ontploffen. Ja, ik schrik. Er vallen lucifers uit de lucht. Klik to zoom in. Ik heb ook een lucifer doosje. Oké. Okay. Ik ben in kamers gekomen. Jij ook? Nee. Oh. Er is een switch uit het lucifer doosje gevallen. Family verification required to continue. Please activate input panel P17. En submit correct painting sequence. Ah, ik heb een kamer met paintings. Ik heb 4 schilderijen. Ja, wacht even. Ik moet P17 eerst activeren. Dat heb ik nu gedaan. Ik zie nu 4 schilderijen. Oké. Okay. Mag ik iets zeggen over de schilderijen? Ja. Ik heb een rond of een ovaal schilderij met een zwarte raaf erop. Ja. Boomtakje zit. Dan heb ik een groot vierkant schilderij met een vlinder. Die zit daarnaast. Dan heb ik onder het grote vierkante schilderij met de vlinder een familieportret met Rose en Albert. Dat is een rechthoekig schilderij. Ja. En links daarnaast is een klein vierkant schilderijtje met een boom. Oké, okay, wat ik zie is 4 schilderijen, maar dan in een vierkant. Schilderijen in een vierkant. Ja, dus ik zie 2 schilderijen boven en 2 onder. Oké. Okay. Jij ziet dus ze niet in een vierkante vorm? Jawel, dat zei ik ook. Zo legde ik het toch uit ook. Je begon met een rondje. Ja, dat is een lijstje. Oké, okay, maar dat is linksboven dus dan. Vogeltje, rechtsboven vlindertje, linksonder boom. Wacht even, ja. Vogel, vlinder, linksonder. Boom. Boom. Rechtsonder en... Albert en Rose. Ja, er gebeurt iets. Oh. Er komen tekentjes uit. Wat voor tekentjes? Ik zie linksboven een streepje met een klein rondje rechts ernaast. Alsof er staat 1 graden. Oké. Okay. Klinkt dat bekend? Nee, nog niet. Ik ga even verder kijken. Ik zie rechtsboven een T, maar dan met een lange stam en een hele smalle bovenkant. Dat is niet hier. Kan ik in die grafkist kijken? Nee. Een tekentje? Ik zie 4 tekentjes. Op elke plek waar net de schilderij was, zie ik nu tekentjes. Oké. Okay. Kan ik hierop klikken dan? Misschien. Nee. Er loopt in één keer een muis hier. Ik schrik me ongeluk. Ja, ik heb op die vlinder geklikt. Die vloog weg, maar voor de rest gebeurt er niks. Die vogel zegt chirp. Maar ik kan in deze kamer... Kan ik... Oh, wacht! Nee, dat is een Er is bij mij een bericht verschenen op mijn scherm. Family access acquired. Communicate symbol sequence. Warning, the room inside the device, dat is waar jij zit, may suffer from overheating. Use 3 sliders to adjust smoke gas discharge. Heb jij ergens 3 sliders? Ik heb koude snoep geloot. Ik kan die... Oh, ik heb hier de sliders. Wacht, ik ga iets doen. Oké. Okay. Gebeurt er iets? Ik heb ook een schaakbord. Gebeurt er iets bij jou? Gebeurt er iets hier niet? Even kijken. Ik heb namelijk 4 kamers waar ik in kan kijken. In de kamer waar de schilderijen hangen is bij mij alleen een soort een kachel. Waar ik niks mee kan. Ik kan erop klikken, maar het doet niks. Ah, wacht. Ik heb gevonden waar jij het over hebt, denk ik, die tekentjes. Maar ik heb 2 dingen nu. Ik heb de tekentjes. Ja, ik heb de tekentjes gevonden. Oké. Okay. 1 was een streepje met een graden. Ja, er staat alsof er staat 1 graden. Die staat linksboven. En... Ja, oké, okay, rechtsboven. Er staat een T met een lange stam en een smalle top. Een smalle top.
Even kijken hoor. Een lange stam en een smalle top. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat het een spijker is. Ja, ja, ja. Linksonder? Linksonder staat datzelfde kleine rondje van de 1 graden. Die staat zeg maar een beetje linksonder. En daar rechtsnaast staat een kromme S. Ja, rechtsonder. Zou ik omschrijven als een thermometer. Gewoon een rondje met een streep op. Ah ja, ja, ja. Ik maak iets open. Het is een doos en daarin zitten stenen. Oh, kooltjes. Ik heb kooltjes geloed. Dan kan ik misschien dat ding aansteken. Ja, en daar moet ik, met die sliders wat doen, denk ik. Kooltjes in kachel. Matches erop. Vuurtje maken. Oh ja, nu kan jij iets doen. Ja? Ik denk, als jij iets doet nu, dat ik ga die koude soep erop zetten. Dan gaan we soep koken samen. Ik ga iets doen. Gebeurt er nu iets? Doe eens iets. Nee, nog niet. Gebeurt er niks? Nee. Ik heb... Ja, hoe leg ik dit uit? Wat ik zie in die kachel is 3 rijen. En op die rijen staan elk 5 streepjes. Ja, en één van die streepjes is... Dat zijn mijn sliders. Ja, alleen wat bepaalt welke warm moet zijn, weet ik niet. Maar staat er iets op die streepjes in die slides? Ja, nou ja, die streepjes kunnen licht geven. En in de bovenste rij geeft het tweede streepje licht. In de middelste rij geeft het vierde streepje licht. Ja. En in de onderste rij geeft het eerste streepje licht. Ja, er gebeurt iets. Er komt nu een batterij uit bij mij. Lekker. Die heb ik eruit gehaald. Ik heb nu hete soep. Ja. En ik heb hier een plek waar de batterij in kan. Ik ga de batterij hier... Wacht even. Er is rook in mijn kamer nu. Ik ga dood. Ik heb de rook eruit gehaald nu. 17:15 staat er op mijn ding. 17:15. Oké, ik ga de klok op 17:15 zetten. Want de rook komt nu in mijn kamer. Ik heb ook een dia gevonden. En een sleutel. Er komt wind. Ja. Wat goed. Ik heb een dia en een sleuteltje gevonden. Een dia en een sleuteltje. Oké, ik ga kijken of ik daar iets mee kan. Oké, let op. Ja. Ventilation system activated. Communicate the time. Dat heb ik gedaan. Unlock the lens. Use 3 lens switches to peek inside the room of the person on the past. In the past. Cool. Oké, er gebeurde hier ook iets. Ik heb de lens unlocked. Ik moet nu de 3 lens switches gebruiken. Ik zie een thermometer ding. Een kruisje. En een pijltje. Die moet ik op bepaalde plaatsen schuiven in een cirkel. Oké, ik ga even eerst onderzoeken wat ik gevonden heb, wat hier veranderde. Ik heb een sleutel. Oké. Dear Rose, wear the mask yourself, staat hierop. Ik heb nu een sleutel geloot. Ik weet niet waarvoor. Oké. Ik kan hierop klikken, maar daar kan ik verder niks mee. Ik moet dingen verschuiven. Hier is een vaas met een roos. Hier is kaarsjes, die kan ik aansteken, maar dat heeft hier niks mee te maken. Die symbolen die jij net zei, die zaten in deze kist, maar die is nu leeg. Ik heb die symbolen nodig. Die kachel zijn we toch echt klaar mee, hè? Weet ik niet. Ik heb de symbolen nodig om mijn lens te activeren. Maar dat zijn diezelfde symbolen die we net op mijn kist hadden zitten, waar die kooltjes uitkwamen, hè? Nee, we hebben net geen pijltje gehad. Oh, oké. Ik kan kaarsjes aansteken. Dat doet het iets. Want het is zeg maar, wat ik nu zie aan symbolen, is zeg maar gewoon een pijltje, een aanwijspijltje. Ja. Een kruisje van wanneer iemand dood is. En wel die... Thermometer. Ik heb een la opengemaakt. Ik heb een masker gevonden in deze la. Ik heb een snowmask geloot. Ik weet niet waarom. Dat was dus blijkbaar wel de bedoeling. Ik kan in de spiegel kijken en het masker opzetten. Ik ben nu bang. Ik krijg een achievement. Die heet Behind the Mask. Nou, leuk. Ik kan nu niks meer. De kamer is nu sneeuwig geworden. Of zo. Oké. Ik kan niks. Ik heb die symbolen nodig. Ja, dat weet ik. De wind is weg. Kan ik nu hierop klikken? Nee. Kan ik nu hierop klikken?
Nee. Wat ik nog heb is alleen een dambord. Met nummers en letters. In deze kamer is verder niks. Dan heb ik een kamer met een doodskist. Dan kan ik op die kist klikken, maar verder kan ik niks. Ik heb hier kaarsen aangestoken. Kan ik ook niks mee. Oké. Okay. Waar zijn de verschillende kamers? Misschien is dat relevant. Want die doodskist en dat doodskruis... Ja. Ik heb zeg maar een cirkel... bestaande uit een aantal segmenten. En ik moet elk plaatje in een bepaald segment schuiven. Ik heb een kaars geloot. Oké, je moet... Dit heb ik al gebruikt. Ah, ik heb het gevonden. Oh, je schreeuwt steeds. Ik heb een... Wat? Ik schrik steeds omdat jij zo enthousiast schreeuwt. Vinden jullie ook dat Murphy schreeuwt? Pijltje, bolletje, stik en een kruisje, toch? Ja. Ik heb... Oh, dit heeft er ook mee te maken. Ik heb twee deuren met een soort van glas en lood patronen. En ja. De rechterdeur heeft boven een soort... Wat is het? Een hert. En daaronder zit een oog met een schijf eromheen. En dat pijltje zit op het... Zuidwesten? Dat zijn er twee. Ik heb tussen het zuiden en het westen zitten twee vakjes. Zit je dan meer naar het westen? Wel meer naar het westen. Oké, okay. Ja. En het bolletjesding zit naar het zuidoosten. Ook op dezelfde breedte? Het onderste vakje? Nee, die daaronder. Ja. En dat plusje zit in het vakje daarboven. Dus meteen daar meer naar het oosten. Ja. Ja, ik kijk nu in jouw kamer. Ik zie nu jouw schilderij. Cool. Ik zie twee glas in loodramen. Ja. Ik zie dat hert met het oog waar jij bent. En ik zie nu aan de andere kant... Ja. Zie ik een vlinder, een bergtop, een boom, een hond, een kubus en een mes. Hond! De vlinder en ik de kan boom... Die aanklikken. Die geven geen licht. Oké. Of die zijn juist, geven juist wel licht. Ja, oh, die veranderen ze. Die veranderen je tekentjes bij dat oog. Oké. Okay. Dus dan moet jij die informatie weer hebben. Ja, zeg het maar. Het plusje stond waar net het pijltje stond. Weet ja, je ja. Het pijltje staat op het zuiden. Ja. En het bolletjesding op het... ik moet hier altijd over nadenken. Het noordoosten en dan het meest oostig. Oostig. Ja. Nu heb ik... de vlinder is weer wit. De bergtop. Ja. De hond en het mes. Dus die andere twee moet ik dan doen? Ja, die zijn ingekleurd. De boom en de kubus. Oké. Nu staat het pijltje op het noordwesten en dan iets meer naar het westen. Ja. Yeah. Het bolletje op het zuidwesten, maar dan... Ja, dat is het andere vakje natuurlijk. Oh, ik haat dit soort spellen. Ja. Heb jij ook per kant... Jij hebt twee vakjes, hè? Ja. Oké, nee, dan komt het waarschijnlijk goed. Dat streepje met dat bolletje over het... Dat zei ik net. Zuidwesten, maar dan meer naar het westen. Ja. En het plusje op het oosten. Nee. Nee. Wat ik heb, is zeg maar een vakje op het noorden en het westen. Ja. En daartussen heb ik twee vakjes zitten. En in het vakje het dicht bij het noorden, ja. Daarnaast zit het pijltje, zeg maar. Dus ik heb er vier, eigenlijk. Ik snap niet wat je bedoelt. Het westen is een vakje. Ja. Daarboven zit een vakje. Ja. Daarboven zit het pijltje. En daarnaast zit het noorden. Oké. Dan heb ik hem nu goed. Dan had ik hem net niet goed. Oké, dan ga ik hem nu ook anders uitleggen voor dat bolletje. Ja. Of was die wel goed? Nee, dat weet ik niet. Nee. Het vakje van het zuiden, daarnaast gelijk links zit het bolletje. Ja, nu is hij goed. Nu is hij goed. Dus niet wat je net zei. Ingekleurd is nu de bergtop, de boom en de hond. De hond. Ik zie daar een hond in. Jij weet toch wat ik bedoel? Ja, nu draait het middenste dingetje open. Nu kan de deur misschien open. Oh, de deur gaat open! Oh, de deur gaat open! Jeez. Sorry.
Ik zie een hangend poppetje en een hangende kaars. En ik heb al een kaars gevonden. Mogelijk kan ik deze kaars ook pakken. Ja, nu heb ik 2 kaarsen al. Omdat ik al die kaarsjes aansteken natuurlijk. Ik heb een kast die niet open kan. Er staat nu op mijn apparaat. Ja. Visual contact with the person in the past achieved. Flip the 6 switches to the correct position. Ah, ik zie een oog. Hoe is dat? Staat erbij. Ik moet 6 switches omzetten. Dat zijn gewoon knopjes die gaan naar boven en naar beneden. 3 boven, 3 onder. 3. Ik heb een soort apparaatje. Ja. Kan ik erop klikken? Het zijn niet echt switches. Nee, het zijn knopjes die je kan omzetten. Knopjes. Als in gewoon een schakelaar die of naar boven of naar beneden staat. Oké. Staan ze in 2 rijen van 3? Ja. Oké. De 2 linksboven is naar onder. Ja. Het midden, daarnaast is ook naar onder. Ja. En de rechter is naar boven. Ja. De onderste rij links is naar boven. Ja. Dan naar beneden en dan weer naar boven. Ja, er komt een floppy uit. Ik heb de floppy gepakt. En die moet ik nu inserten aan de voorkant van mijn computer. Dat ga ik nu doen. Ja. Er gebeurt iets. Loading extraction program. Voor kies. Er komt een grafkist in mijn beeld. Albert van der Boom. Communicate code en press enter. Ik zie de naam Albert van der Boom. Ja. En er zijn een aantal letters die knipperen nu. Oké. Die moet je misschien aanklikken. Dan moet ik even naar de andere kamer gaan. Ik zag de grafkist. Oh ja, welke letters knipperen? Van Albert ART. ART. En van Van der Boom NBM. NBM. Deze grafkist gaat open. Oh nee. Zelfs in dit soort games kan ik het niet aan. Ik zie een dode meneer. Oké, okay, dus ik kan nu op de enter drukken. Ja. Oké. Okay. Please answer validation question after coffin is opened. Okay. What is closest to the heart of Albert van der Boom? What is closest? Een briefje. En op het briefje staat RVDB. Oké. Okay. Dat is logisch, want dat zal dan zijn dochter zijn. Ja. RVDB. Ja, dat klopt. Dat is B. Inderdaad. Ik druk nu op enter. RVDB, hè? Ja. Komt-ie. The person in the past places the alter key. Ja. And obtains 3 substances. Bone, flesh and blood. Select instructions. Ik ga nu de instructies van Bone opvragen voor jou. Ja. Unlocking hatch. Go to the hatch. Communicate teeth sequence with the person in the past. Oké, okay, ik ga naar de hatch op mijn apparaat. Ik ga ook even naar mijn apparaat. Want ik denk dat ik weet waar dit naartoe gaat. Ik heb een teeth sequence. Ik heb nu 2 rijen van 10. Onder elkaar. Een rij van 10 en daaronder nog een rij van 10. Maar zijn mond moet open eerst. Ik weet niet hoe. Kun je niet op klikken en dan gewoon zijn lip wegslepen? Nee. We moeten inderdaad... Ik moet even terug naar de andere kamer, want ik heb hier ook instructies gevonden. Okay. Er liggen hier namelijk briefjes en daar staat dat mijn cubicle device een code nodig heeft. Daar moet in het bovenste vakje moet flash en in het... Oh nee, bone, flesh, blood staat hier. En dan heb je mond en daar staat een pijltje naar tanden. Dus waarschijnlijk moeten we daar dus iets mee doen. We moeten ook iets met zijn neus doen en ook iets met zijn oor doen. En wat we daar uithalen moet in die cubicle device. Ja, in een bepaalde klopt. Volgorde. Maar ik heb die altar key gekregen. Die lag bij die vent in die kist. Ja. Ik heb geen idee waar ik daarmee moet.
heb ik een altaar ergens? Oh, hier. Oh, hier moet hij in. Oké. Okay. Nu gaan de deurtjes open. Ja. Nu zie ik tandding. Oké. Okay. En dan krijg ik een elastiekje. Dan kan ik die vent zijn bek openmaken. Nu gaan we weer terug naar die vent. Ja. En dan moet ik aangeven welke tanden je moet indrukken waarschijnlijk. Bek. Tanden. Aha, ja, nou zeg maar welke tanden ik moet indrukken. Heb jij twee rijen van 10 tanden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Oké, op de onderste rij, de tweede van rechts. Tweede van rechts, 1, 2, ja. Wacht, dan klik ik er ook op. Dan gaat op de eerste rij de tweede van links wiebelen. Oké, dan ga ik nu de eerste rij de tweede van links aanklikken, ja? Ja, oh, dat is het. Oh ja, Leuk. Op de eerste rij de vierde van links. De vierde van links, even kijken. Dan gaat op de onderste rij de derde van links wiebelen. Dan heb ik nu voor jou op de onderste rij de zesde van links. 2, 3, 4, 5, 6. Dan gaat op de bovenste rij de vierde van rechts. Dan heb ik voor jou op de bovenste rij de tweede van rechts. Tweede van rechts. Dan heb ik voor jou op de onderste rij de vijfde van links. Dan heb ik voor jou op de bovenste rij de zesde van links. Dan heb ik een tand geloot. Oh, dan gaat op je onderste rij de tweede van links. Ja, mijn schuifje gaat weer dicht. Oké, dan zijn we klaar, want ik heb een tand geloot. Ja, ik heb a tooth for a tooth achievement gekregen. Lekker. Ik ga die tand nu... Ik ga nu de instructies dan openen voor het oor. Ja, dan ga ik ook kijken naar oor. Dan krijg ik een potloodje voor. Een locking hatch. Ik ga nu de oor hatch openen. Go to the hatch. The person in the past should light all candles and play diary. Ja. Dat laatste snap ik niet, maar de candles heb ik al gevonden. Communicate information on photo slides. Ik heb hier photo slides. Oh, dit zijn de schilderijen weer. Ik heb een sleutel. Oh, ik heb een sleutel. Dan kan ik weer een ding... Oh, wacht. Ik heb een sleutel van de kaarsen gekregen. Die ga ik gebruiken op een ladekast. Die ga ik openmaken en dan krijg ik de diary met een oor. Oké. Lekker hoor. Moet die hierin? Ja, die moet hier. Albert Vanderboom, diary. Die kan ik lezen. Ja, ik moet nu... communicate de foto's. Moet ik lezen wat er in zijn dagboek staat? Doe maar. I once caught a butterfly as a child. It was mine, but my sister stole it. Ja, ik zie een foto van een man met een vlinder op zijn hand en een of andere meisje ernaast. Oké. En daarbij staat bij mij... ik zie linksboven op de foto vier vierkantjes. Ja, ik zie ook vier vierkantjes inderdaad. En bij man met vlinder op zijn hand is het vierkantje rechtsonder ingekleurd. Ik kan er niet op klikken, maar ik geloof je. Oké. Volgende pagina staan weer diezelfde vierkantjes waar ik niet op kan klikken. En Ida, she left me with a broken heart. Dat zie ik niet. Wacht, ik ga naar de volgende slide. Left me with a broken heart. Oh, wacht, ik zie heel veel slides. Ik denk, hier ligt hij helemaal half stervend op de grond. Dat is rechtsboven. Oké. En dan? De volgende pagina staat... The birth of my daughter Rose was the greatest achievement of my life. Linksonder. Baby. Linksonder. En de volgende is, I've been working on the cubicle device to establish a connection with the future. Working on the cubicle device is deze. Dat is, rechtsonder. Dus de combinatie is dan rechtsonder, rechtsboven, linksonder, rechtsonder. En er is nog een pagina. Oh, oké. I know that when I lose a game of chess, my first life will end. Game of Chess Wat? Is linksboven. En het gaat nog door hoor. Oh, er is nog één pagina. Yeah. My dark soul will live on into the future waiting for resurrection. Oh, wacht. Dat is dan niet de broken heart. Ik zie hier de dark soul.
Dus dit is dan 6. En de vrouw die zijn hart heeft gebroken. Ik heb wel een foto van een vrouw. Dat is ook rechtsboven. Dat is dezelfde plek. Oké. Dan heb ik nu een combinatie voor jou, denk ik. Ik weet alleen niet waar ik dat in zou moeten voeren. Ik denk bij de schilderij. Want die hingen ook in een vierkantje. Oké, ik ga even kijken. Ik ga even naar de schilderij. Nee, dat kan ik niet. Oh, jawel. Oh, er zat hier een code op. Wacht even. Nee, ik kan hier niks invoeren of zo. Maar ik heb wel een code gevonden nu op het boomschilderij. Wat misschien helemaal niet relevant is voor wat we nu aan het doen zijn. Oké. Wat voor code? X2I13Z. X2I13Z. 13Z. Z kan een 2 zijn, maar ik denk het niet. Want die ziet er niet uit als die eerste 2. Dus oké. Ik denk dat het een Z is. Kun je iets bij dat oor? Ik ga even terug. Ik ga even naar het oor van die man gewoon. Kijken of ik daar met een potlood in kan porken. Ik heb een potlood gekregen. Ik weet niet waarom ik een potlood heb gekregen. Wacht! Ik ben echt kapot dom. Sorry. Jij zei elke keer welk vakje het was. Ja. Ik moet natuurlijk met dat potlood gewoon dat vakje inkleuren. Oké. Ik heb het opgeschreven. Okay. Ja, ga ik vanuit. Nou, vlindertje. Rechtsonder. Ja. Dan rechtsboven. Rechtsboven. Dan linksonder. Ja. Dan rechtsonder. Ja. Dan linksboven. Ja. Dan rechtsboven. Lekker. Hij is open en ik heb een scalpel geloot waar ik nu mee, denk ik, in die vent zijn oor ga porken. Dat denk ik ook. Ik ben wel content met het feit dat ik de doodskist hier heb gekregen. Bah. Oor. Scalpel. Ach, ik heb zijn hele oor eraf gehaald. Jezus. Wat een content. Dit is zo fijn dat jullie dit niet hoeven te zien. Ik heb zijn oor nu ook geloot. Ik schrik misschien harder van jouw reacties dan van de beelden. Die je niet kunt zien. Dus dat is nee. Waar moest het oor ook alweer? Ik moet even kijken hoor, mijn instructies. Nee, je moet eerst nog wat anders looten ook. Nee. Het oor kan er al in. Ik heb ik heb zijn tand er ook al in gedaan. Oh. Het oor moet hier. Ja, we moeten dan naar blood. Ja. Ik ga de blood hatch nu openen. Ja. Dus de hint die ik nu krijg, go to the hatch. Wat? Ja, dit zijn diezelfde soort codes die ik net op het schilderijtje vond. Ik heb hier ook een code staan. Go to the hatch. Communicate print information with the person in the past. Nou, zeg het maar. Dus ik ga naar de hatch. Die gaat nu open. Ah, ik kan hier de code invoeren die jij net had gezegd. Dus ik ga nu die Maar ik heb hier dus op het. Ik heb hier nog zo'n code staan. Ik heb hier namelijk 3XZI21. Zeg maar wat ik in moet voeren. Dat ik denk die. Wat, zeg het nog eens. 3XZI21. Het apparaat beweegt, er komt iets uit. Er komt de tekst uit. There is a message behind the tree. Ja, nou, dat is die tweede code die ik jou gegeven heb. Oké, dus dan geef ik nu de tweede code in. X2I13Z. Daar komt de bodem uit. There is a message in your own reflection. Oh, dan ga ik weer naar de spiegel. 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 Loot. Ah. IX3. Ja. 1Z2. Ik zie nu een platte grondje. Ik zie een doodskistkamer. Ik zie een soort van. Ja, wat is het? Een tafel, een woonkamer. En er is een tafel met een. Of een kamer met een ronde tafel. Daar staat een stoel naast. En daarnaast staat een kastje rechts. Ja. En hij wijst een pijltje naar dat kastje. Oh ja. Ik kan het openmaken. XZI. 312. Ik heb een lepel geloot. Eat your hot soup and you will find a gift.
Hoe ga ik het eten dan? Ik kan de lepel niet op de soep slepen. Ik kan de soep ook niet neerzetten. Ik... Soep op kist? Nee. Soep op deze tafel? Nee. Ah, soep in kom? Lepel in kom? Ik heb de gemstone gevonden. Oh, die moet in dat ding. Oké, ik stop hem erin. Hij gaat open. Ik vind een wattenstaafje en een flesje. Lekker hoor, we gaan die man in zijn neus frotten. Dan ga je terug naar bloed mee vinden. Ik ga op neus klikken. Ik ga porken. Ik weet niet wat ik... Abba. Wil ik flesje opdoen? Nee. Tim? Ah! Ja, ik heb flesje met bloed. Wacht even. Did the person in the past obtain blood? Yes. Ik heb die andere twee nog niet geactiveerd. Did the person in the past obtain flesh? Achievement. Ja, toch? Yes. Okay. Ja, ik heb ze alle drie. En did the person in the past obtain bone? Yes. Er komt een briefje uit. Ik ga op enter drukken, wacht. Please confirm that the person in the past obtained 3 substances. Enter the year of the future. 1984. Dat is bijna mijn geboortejaar. Mm-hmm. Oh, alles wordt hier rood. Er komt een cassettebandje uit. Insert cassette tape and communicate time. Open chessboard. Both of you complete game of chess. Oké. Insert cassette tape and communicate the time. Ik ga nu de cassette tape... Zet ik daarmee de... Ja, dan ga ik. Cassette tape erin. 1945. Ja. 1945. Ik heb een schroevendraaier ineens. Ik heb disco. Maar die vaas valt kapot. De vaas is kapot gevallen. Ik wil een puzzeltje maken van deze. Ah, een sleutel! Yay! Oh. Sorry. Nou, ik schrik steeds. Ik ga de sleutel. Nee, je mag wel enthousiast zijn, maar het is 's avonds laat en ik ben bang. Ik heb chesspoppetjes geloot. Open chessboard. Both of you complete game of chess. Ik zet poppetjes erop nu. Hey, 1 poppetje gaat vanzelf. Doe jij dat? Ik doe niks. Oh, huh? Oké. Huh? Oké. Ik zie een zwart poppetje. Yeah. Een manpoppetje. Die staat op vakje 1A. En ik zie ook een wit hertman poppetje, die staat op een vakje F3. Ja? Yeah. En nu? Dat weet ik niet, ik heb geen... Ik ga nu wit poppetje vooruit zetten. Oh, dat kan ik niet. Ik kan alleen zwart poppetje. Ik kan hier iets opendraaien met de screwdriver, denk ik. Ja. Ik denk dat daar iets uitkomt. Oké. Ik heb hier een rooster. Die kan ik openmaken en ik denk dat daar iets uit gaat komen, wat misschien voor jou relevant is. Ja, een schaakbord. Lekker. Ik heb ook open chessboard gedaan. Ik zie de zwarte man op A1. Ja. En de witte man op F1. F1, hè? Ik kan de witte man verplaatsen. Waar heb jij de witte man? F3. Groen. De zwarte man heeft zich verplaatst naar A5. Dan ga ik de zwarte man verplaatsen naar A5. Dan verplaatst de witte man zich naar A3. A3. Ja, de zwarte man gaat naar D2. Dan gaat de witte man naar C1. De zwarte man gaat naar B2. De witte man gaat naar C6. De zwarte man gaat naar F6.
De witte man gaat naar A6. En ik krijg een muntje. En ik krijg een floppy disk. Een muntje. Wat kan ik met een muntje? Ik ga eerst die floppy disk. Both of you complete game of chess to obtain red floppy disk. Oké, okay, ik ga nu de rode floppy disk erin gooien. Oké. Okay. Ik heb de rode floppy disk. Loading power search program. Oké. Okay. Ik zie weer iets. Ik zie een spook. Een spook? The person in the past places coins on the eyes of the deceased. Ah, natuurlijk. Warning, this may cause corruption of the soul. Maar ik heb één muntje. Klopt dat? Ik druk op enter to continue. Nee, je moet coins hebben. Ja, ik heb er maar één gekregen. Wacht even, ik ga even terug. Nee, ik heb er maar één gekregen. Die muis is weer hier. Ik heb dus nu één muntje op die man zijn oog gelegd. Maar ik heb geen ander muntje. En misschien moet je dan eerst nog een muntje vandaan halen. Dat denk ik ook. Hier kan ik niks mee, ja, nee. Chess. Oh, de boel ontploft hier. Ik heb op het flip, chessbord gedrukt. Ja, ik heb een fout gemaakt. Ik heb op enter gedrukt. Oh. Flip the 6 switches moet ik weer opnieuw doen. Wat? Oh. Waar stond dat ook alweer? Maar heb jij die muntjes al op dat ding gelegd? Nee, ik heb maar één muntje. Ik heb nu weer flipped 6 switches. Oké, okay, die links boven naar onder. Ja. Die daarnaast naar onder. Ja. Die daarnaast naar boven. Ja. Links onder naar boven. Ja. Dan naar onder, dan naar boven. Ja, nee, dat is wat het al was. Dat is niet wat ja, ik... Oh, je hebt nieuwe informatie nodig. Ja. Ik heb geen nieuwe informatie. Je moet op zoek naar een muntje, denk ik. Wat er gebeurde is toen we dat schaakspel voltooid hadden, is dat daar een vakje uit dat bord kwam waar een muntje in zat. Maar ik heb nergens anders een muntje. En ik heb in mijn inventory nog alleen Heb je nog iets wat je nog niet hebt gebruikt? Nee, het potlood heb ik al gebruikt. Zou hier nog iets in kunnen zitten? Die scherven. Nee. Ligt hij? Oh! Tering! Gaat goed? Nee. Oh. Er is hier een glazen deur in mijn kamer. Ja. En daar zat net ineens een geest in. Als in, ik draaide mijn camera en eerder hadden we een puzzel. Daar, kijk, ik zie nu die geest, nu zie ik hem aankomen, net niet. Die man heeft zichzelf daar opgesloten in dat ding, lijkt het. Oké. Die Dark Soul will live on. Hij zit daar in dat glas. Waar halen wij een muntje vandaan? Heb je overal ingekeken? Bij mij zat er bijvoorbeeld een... Ik ben dom. In de brief die ik net had, die uit die device kwam, zat een ander muntje. Dat heb ik niet gezien net. Oké, okay. Die leg je op zijn hij ogen. Wegleggen. Nu wordt hij corrupted en eng en spooky. Ja, en dat zit nu hier bij mij achter het glas. Ik hoor enge geluiden. Het is nu... Hij gaat uit zijn kist klimmen met smeuïge geluidjes. Oké. Okay. Hij gaat op de grond. Ik kan hem besturen. Hij gaat nu kruipen naar de switches kachel. Switches heb ik nodig. De kachel switches zijn die, nu die blauw. Die je net had, die 6 switches. Oh. De kachel switches moet ik ook hebben, ja. Ja, ja, de kachel switches zijn bovenste rij helemaal rechts. Ja. Middelste rij tweede van links. Ja. Onderste rij tweede van rechts. Ja, er gebeurt iets. Er komt weer een nieuwe batterij uit. Een fuse is het, een fuse. Hij klimt nu naar boven. Hij is nu bij jou. Ik weet niet of je dat geruststelt, maar hij is nu niet meer hier. Ja, oh nee, hij zit nu hier.
Hij zit nu bij de koffietafel. Ik ga weer op hem klikken. Hij zegt, it is almost time tegen mij. Ik moet nu die switches doen. It is almost time. Oh, ik heb het. De bovenste twee naar boven. Of yeah. Links beginnen twee naar boven. De onderste, het is twee keer naar boven en naar onder. Yeah. Allebei de rij. Ja. Ik kan niet. De kapotte fuse haal ik eruit. Oké. Okay. Oh nee, niet. Nee, niet. Ik krijg een vervolgopdracht. Oké. Okay. Ik ben bang voor die geest. break visual contact. Oké. Okay. Hoe moet ik dat doen? Ik ga gewoon die batterij er dan uithalen, toch of niet? Dat denk ik, ja. Dat kan niet. Okay. Oh, wacht. Of ik moet gewoon het kastje uitzetten. Oh, wacht. Wat ik weer heb is dat oog met die plusje, dat pijltje en dat bolletje. Place fuses to protect device core. Ik moet hier die fuses inplaatsen, hieronder. Ja. Ik moet nog een fuse vinden. Break visual contact moet ik doen. Moet ik gewoon de hele machine uitzetten? Nee. Waar had jij die dingetjes op ingevoerd met dat pijltje, dat plusje en dat bolletje? Op dat oog met het hert. Kan je daar nog heen? Ja. Die dingen moet ik verslepen, ja. Plusje op oost. Ja. Bolletje op zuid. Ja. Pijltje op west. Ja, ja, ik zie jou. Ik zie de geest... een... Wacht, ik de zie jou. De geest zegt, you must help me tegen hem. Tegen mij. Ik zie jou staan met een masker op en rood haar. En achter jou staat de geest, die verschijnt achter jou. Hij komt in mijn gezicht. Ik schrok. En ik heb een fuse gekregen. Lekker. Ik heb nu... Hij zit weer op de kachel. Ik heb nu alle drie de fuses erin gedaan. Power surge handle unlocked. Pull to finish the program. Ga ik doen. 21:10. De kleuren veranderen weer een beetje. Did the person in the past set the time to 21:10? Ja, er zijn stroompjes. Yes. Did the person in the past create a golden cube? Golden cube? And place it in the cubicle device. Waar zou ik een golden cube moeten zien? Even zoeken hoor. Oh, hier is die man. Ik klik op hem. We have to use this energy from 1984. Ja, en dan? To create a new connection to the future. Hij heeft stroompjes in zijn handen. A golden cube! Ja, en die moet je plaatsen lekker. In de cubicle device. Dat ga ik zeker doen. En als je dat hebt gedaan, moet ik op yes drukken. Ik ga naar de cubicle device en ik plop hem erop. Ja, ik heb het gedaan. Oké, dan doe ik yes. Both of you press and hold the up arrow for 10 seconds. Press and hold at the exactly same time. Oké, zeg, tel jij maar af. 3, 2, 1... Ja. Er gebeurt een eng geluid. De cubicle valt in elkaar. Mijn cubicle, er komen zonnestralen uit. Mijn cubicle is ontploft. Er komt stroom uit mijn cubicle. Er is een enorm fel licht en mijn beeld is zwart. Mij ook. Mijn beeld is ook zwart. En we zijn in chapter 2. Oh. Click to continue. Oh. Dames en heren, we gaan hier een checkpoint maken. Dat betekent dat we chapter 1 hebben afgerond. En dat we jullie graag gaan zien in chapter 2. Gerne. Joejoe. Joejoe.